gewoon een kist te durven van Ajax. Dus hoe hard hij vindt. Ja, blad gezien. We staan hier bij het Vliegende Paard, een 36 uur marathon radio-uitzending. Waarom? Waarom? Nou, voor het goede doel, voor ervaringsmaatjes. En het zijn hele jonge mantelzorgers, dus echt tussen de 7 à 15 jaar, die voor hun ouders moeten zorgen of voor hun zus, die allemaal ziek zijn. En die hebben eigenlijk niet, die kunnen niet meer kind zijn. En dit goede doel stimuleert eigenlijk, daarmee gaan ervarene mantelzorgers met de wat minder ervarene een activiteit doen om weer even kind te zijn. We hebben om geld te halen ook klusteams opgericht. En die gaan dan de hele dag klus doen door heel Zwolle. En daarmee halen we geld op voor het goede doel. Nou, zoals je kan zien is deze ruimte best wel een troepje. En die gaan we helemaal weer spik en span maken, rechttrekken, alles. Dat gaan we vandaag doen. Oké, en hoeveel tijd denk je daarvoor nodig te hebben? 3 jaar, maar we hebben 2 uur. Oké, dus hard doorwerken. Dat gaat ook heel goed, zie ik. Ja. Hard doorwerken, want er wordt aardig gesaved en geswabberd. Ervaring mee? Ja, eigenlijk wel. Klinkt wel stom, maar ik werk bij een bakkerij en ik vind het eigenlijk best wel leuk om te doen. Dus ik heb er ook helemaal geen problemen mee. Oké, heb je de opdracht ook zelf binnengehaald? Ja, zeker. Zelf binnengehaald ook. We zijn hier een paar dagen geleden langs geweest. En toen hebben we gevraagd of ze een klusje voor ons hadden. En dat hadden ze. En nu staan we hier te boenen. Oké, okay, en wat levert de klus op? €50. Hebben jullie nog een streefbedrag wat jullie binnen willen halen met de actie? Ja, dat is misschien wel heel goed om te zeggen. Nou, ik hoop over €1000 te komen. Maar we benadrukken ook in de uitzending. Het gaat vooral om de bewustwording van, hey, goh, we moeten eigenlijk iets doen aan, hè, dat jonge kinderen mantelzorgers zijn. Dat willen we eigenlijk hier niet in Nederland. Ze moeten gewoon lekker kind zijn. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja.